Iedere Zeewoldenaar kan vanaf juni een mooi bedrag aanvragen vanuit het fonds van Windpark Zeewolde. Ieder goed idee maakt aanspraak op een deel van de 370.000 euro. Ja, het is een fantastisch initiatief. Het is uh, het vervolg eigenlijk op, uh, op een, een brede aanpak die hebben als Windpark. Dus als Windpark zijn we een gebiedsinitiatief, zoals u weet. Hè. Een gebied kon alle omwonenden konden meedoen. Meer dan 90% heeft het ook gedaan. Die zijn aandeelhouder. Daarnaast is het zo dat het dorp kon meedoen via de nieuwe Molenaars. Het is dus een van de aandeelhouders. En vorig jaar, als je, je misschien kan herinneren, hebben we de obligatielening ook uh, losgelaten in het gebied. Zodat mensen ook in het dorp mee konden doen voor de obligatielening. Ja, en dit is eigenlijk de, de laatste stap. En eigenlijk ook weer even de mooiste stappen die er is: dit gebiedsfonds. Ja, het is echt een cadeautje. Ik bedoel, wie kan er tegen zijn? Zoveel geld ter beschikking van de gemeenschap in Zeewolde. En uh, nou ja, wie wil dat niet? Hè? Ik denk dat menige gemeente jaloers is op uh, Zeewolde. Hoe dat kan? Nou, de 91 nieuwe windmolens leveren enorm veel stroom op. De molens produceren ongeveer, ja, dat is moeilijk uit te drukken, maar ongeveer 900.000 megawattuur per jaar. Maar dat zegt de, de, dat zegt de meeste mensen niks. Dus als je moest uitdrukken in huishoudequivalenten, equivalent is dat ongeveer zo'n 300.000 huishoudens aan stroom. Dat brengt dus ook geld in het laadje, waarop de Zeewoldenaar dan weer een beroep kan doen. De uitnodiging ligt er nu om met aantrekkelijke ideeën te komen. En dit is dan een, een nieuwe stap, de meest creatieve denk ik, voor iedereen in de gemeente Zeewolde om over na te denken... Hoe zij kunnen meewerken ten opzichte van uh, leefbaarheid, duurzaamheid en landschap? Ja, het hoeft echt niet heel groot te zijn. Het kan ook gewoon uh, ja, om hele kleine particuliere initiatieven zijn. Uh, met kleine bedragen, zeg maar. Dus het is echt niet dat het uh, hele grote plannen moeten zijn. Juist uh, ook de kleine initiatieven willen we heel veel kans geven. Heeft u al iets in uw hoofd? Ik zelf uh, ga er flink over nadenken, zeg maar. Maar ik weet niet of het helemaal handig is als ik het zelf doe. Maar ik ga zeker in mijn omgeving uh, mensen uitnodigen, uh, enthousiasmeren om hierover uh, na te denken. Ja.